Hallo, hartelijk welkom allemaal bij een video dit keer over 3D printen. Mijn 3D printers, dat zijn er twee. De een is een FDM printer, oftewel eentje die laagjes plastic op elkaar legt. Dat is goed voor ruw werk. Ook wel mooie objecten kun je ermee maken, maar als je echt detail wil hebben, dan gebruik je een SLA printer. Ik heb hier een Anycubit Mono staan. Dat is al een niet al te duur apparaat, dus ook niet al te veel resolutie. En daar heb ik al een heleboel mooie dingen mee gemaakt. Even een voorbeeld. Even pakken. Zaken als dit hier. En je kunt zeggen van dat is niet zo bijzonder. Jawel, want als je kijkt naar de reling van die Eiffeltoren. Dit detail krijg jij met een FDM printer bijna niet geprint. Met een SLA printer wel. Oké. Altijd ook weer op zoek naar leuk materiaal. En ik kom een video tegen online over transparant resin. En dat ook niet eens een keer gewoon resin. Want de meeste resins, zeker toen ik begon met deze printer, met deze SLA printer. Dat waren resins die moesten gewassen worden met alcohol. Maar ik heb hier nu een water washable resin. Firma Yamgay. Ja, je kunt het niet zien. Het is een spiegelbeeld. Het heeft te maken met hoe ik de telefoon gedraaid heb. Anders kan ik niet zien wat ik film. Yamgay, water washable resin, photopolymer resin, high clear 10K. Nou goed, mijn printer kan geen 10K aan, maar geen zorg, hij maakt hele mooie afdrukken. Alleen in die video die ik had gezien, daar zag dat er echt uit als zijnde glas. En ja, als ik het 's avonds tegen het licht hou, dan is het net glas. Eens. Als ik dat met die video vergelijk, dan was het toch niet zo mooi. Want transparant resin heeft de neiging om gelig te gaan kleuren. Ik heb me daar een heel klein beetje op ingelezen en het zou eigenlijk zo moeten zijn. Ik weet niet of het gaat lukken, want we gaan dat proberen. Het zou eigenlijk zo moeten zijn. Dit materiaal, als je dat geprint hebt, dan was je het in water. Dat kan je doen met je washing en kuurstation, maar in dit geval niet, want ik heb de bak die ik gebruik, die zit vol met alcohol. Dus het is niet zo handig om dat te doen. Simpelweg dus onder de kraan. Even stevig wassen. Even heel flink water eroverheen. En je kan ook een bakje water doen en daar eens even een poosje flink heen en weer halen, want dat is eigenlijk wat die washing station ook doet. Normaal zou je dan daarna gaan curen met UV-licht. Het zij in daglicht, het zij in die curing station. Met UV-licht. Dat echter raden ze af bij Yamgay. Met andere woorden, je wast het alleen. Je laat het drogen. En als het droog is, dan spuit je het in met transparante lak. Want op dat moment kan in principe de kleur van de resin niet meer aangepast worden door de UV-licht. En dan zou het eigenlijk een glasachtig doorzichtig materiaal moeten worden. Nu had ik wat testen gedaan. Alleen dat waren vorodin vormen, dus een rendier zeg maar met gaten als het ware. En doordat het hele dunne stukjes resin werden, ziet het er niet doorzichtig uit, maar eerder een beetje witachtig. En dat is ook logisch, want dat heeft gewoon te maken met de flexibiliteit of met de moeilijke vorm van het vorodin ontwerp. Dit gaat dus een massief ontwerpje zijn. Is niet zo heel groot, 2,5-3 centimeter. Snoepie. Kerst Snoopy. En Snoopy de hond. Hè? Dus niet een snoepje. Snoopy de hond. De eerste keer dat ik die gemaakt heb. Wist ik dit nog niet. Wat ik nu net vertelde. Over dat wassen en dergelijke. En die sloeg wat gelig uit. Maar die is dan ook gekuurd in het UV station. Dus ik ga hem dit keer niet in het UV station doen. Ik ga hem zoals zij dat aanbevelen. Wassen met water. En als die dan droog is. Spuiten met transparante lak. En dan zou die eigenlijk na een dag of drie, want dat is ook nog een dingetje, na een dag of drie zeg maar ultieme glasvorm moeten hebben en doorzichtig zijn. Nou, dat gaan we zien in deze video. Ik hoop dat je het leuk vindt. Nogmaals, Yamgay heette ze, J-A-M-G-H-E. En dan vooral de 10K versie. En ik moet ook zeggen, dat moet ik er even bij zeggen, het wordt vanuit Europa geleverd. En het was super goedkoop in verhouding tot alle andere resins. Als ik bij Amazon ga kijken, ben ik al gauw 35, 38 euro voor een kilogram kwijt. Dus voor 1000 gram. Volgens mij iets van 28 euro bij deze. Niet duur. We gaan het proces in. We gaan Snoopy maken.
met onze SLA-printer, de Anycubic Mono. Zo, eventjes de bak schoongemaakt. De bak waar de resin in gaat. De resin heb ik hier. Die ga ik even schudden. En dan ga ik er een laag in gieten. Je ziet, het is van nature al enigszins gelig. Oké. Dan gaat de kap erop. Dan gaan we naar beneden. En dan gaan wij op het beeldscherm print zeggen. Ik moet heel even kijken waar die is. Hier is Snoopy. Er zit maar één snoepje op, dus ik ga er geen twee of drie maken. Dat had ik wel kunnen doen hoor, maar dat ga ik niet doen. We gaan starten. En daar gaat hij. Eventjes iets omhoog weer halen. Dan gaan we namelijk de kop naar beneden zien komen. Bij een SLA-printer werkt het als volgt. De kop gaat in die resin en dan wordt met UV-licht worden er delen belicht. En door dat UV-licht hardt het resin uit en worden dus alleen de stukken verhard die nodig zijn om de print te genereren. Alles bij elkaar gaat dit toch wel een uurtje of vijf duren, maar dat is niet erg. Nou, hij zit nu echt helemaal onder de vloeistof, maar dat is ook niet erg. En nogmaals, het werkt met UV-licht. Als het straks klaar is, komen we weer bij u terug. Mensen, Snoopy is klaar. Zijn supportmateriaal zet er nog op, maar dit is wel altijd heel erg belangrijk dat we nu mondkapje op gaan doen en handschoentjes aan gaan doen. Dus als het eerste, dan ga ik de support eraf halen en beter gezegd het object van het printbed afhalen. En tot slot ga ik dan hem wassen onder water. Het is Snoopy geworden. Ik heb eerst de supports verwijderd, hem daarna uitgebreid gewassen. Inmiddels ook de zaken schoongemaakt rondom mijn SLA-printer. Je ziet dat er nog wel een beetje een waas over hangt. Hij is niet gelig. De doelstelling is nu natuurlijk wachten tot hij droog is. En als hij droog is, hem dan met een transparante lak bewerken. En dan 3 dagen wachten om te kijken hoe het eindresultaat van deze clear resin, deze transparante glasachtige resin gaat zijn. Als ik het nu zo zie, zeg ik van, heb ik ook nog steeds mijn twijfels. Maar dat is vaak natuurlijk met zo'n video. Iemand heeft een fles van iets gekregen om te testen. En ja, echt negatief durven ze ook niet zo heel veel te zijn. Ik had alleen gehoopt dat dit beter zou gaan worden. Neemt niet weg dat je hier weer eens een keer het procedé hebt gezien van een SLA-printer. En in dit geval met waterwashable resin. We gaan natuurlijk het resultaat verderop in de video nog even zien. Rest ons om het nu met transparante lak in te spuiten. En dat te laten drogen. En dan moet het een paar dagen drogen en kan het ook in daglicht staan. En dan zou het eigenlijk glashelder moeten zijn. Nogmaals, ik betwijfel het, maar we gaan het proberen. Zo, lieve mensen, na 3 dagen ziet onze Snoopy er zo uit. Ik heb hem nu bewust op het licht gezet, maar ik kan op voorhand zeggen dat het resultaat me toch tegenvallend is. Het is weinig glasachtig, er blijft een waas over zitten en gelig zijn. Dus ondanks wat de maker van dit resin zegt, is het toch niet zo eenvoudig om echt dat transparante te genereren.